Bij de NOT in de jaarbeurs ben ik bij Test Correct. En wat is nou leuk aan testen? Kun je daar nog iets aan innoveren? Kan daar nog iets in vernieuwd worden? Ja, daar is een leraar die heeft daar een bedrijf uit opgebouwd. Alex, gaan we even mee praten. Goed, Alex heeft Test Correct opgericht. Wat is Test Correct? Test Correct is een digitaal toetsingsplatform dat de docent in staat stelt om het bespreken van de toets in een andere situatie te brengen. Ja, je kunt examens afnemen om te beginnen en daarna kun je het op een gegeven moment op een leuke manier nakijken, namelijk met de leerlingen. Juist, wij geloven niet dat toetsen het doel moet zijn, maar een middel op zichzelf. Dus natuurlijk kan je hier ook gewoon een toets in plaatsen, maar de grap is juist bij het bespreken van je toets ontstaat er hoger leerrendement. Ja, hoe doe je dat bespreken? Nou, na een afname ga je het volgende moment met de klas de toets bespreken. Op het schoolbord toon je dan de vragen en de antwoord uit het antwoordmodel. En de leerlingen krijgen op hun apparaat een antwoord van een andere leerling anoniem te zien. En die moet u van feedback voorzien. Waardoor je ook open vragen kunt doen en complexe vragen, niet alleen maar multiple choice. Exact, want ik ben zelf ook docent en mijn frustratie was juist dat vele nakijkwerk bij die open vragen en het gebrek bij digitaal toetsen om goed open vragen te kunnen stellen. En dat is hiermee getackled. Ja, en je gaat dus leerlingen, die kunnen dus anoniem andere mensen nakijken. En dan moeten ze gewoon zeggen, zit dit erin in dit antwoord en dit en dit en dit. Kunnen ze aangeven en kunnen ze daaruit het zien. Wat doet het systeem nog meer? En daarna heb je natuurlijk ook gewoon het stukje analyseren. Dus we kunnen analyseren op RTTI. We kunnen analyseren op eindtermen of leerdoelen. Gaan we daar eens even naar kijken. Oké, nou laten we even zien. De Test Correct. Lekker minimaal. Dit is de leraaromgeving, hè? Ja, we zijn hier in de leraaromgeving. Je bent ingelogd. Dan zie je hier in je menu de itembank waar je toetsen en je vragen in kan plaatsen. Laten we een toets zien. Ja, zodra je een... ja, dat kan ik wel laten zien natuurlijk hier. Hebben we bijvoorbeeld een toets waar wat vragen in zitten. Je kan vragen toevoegen, nieuwe vragen uit de itembank halen. Ja. Of zelf aanmaken. Je kunt ze ook makkelijker uit Word importeren, hè? Ja, kwestie van copy-paste. Ja. Oké, en dan heb ik hier dus de itembank, daar heb ik hier de toetsing. Ja. Zodra je een toets dus inplant, maakt hij een kopie en zet hij hem in geplande toetsen. En dan gaat hij eigenlijk de chronologische volgorde af. Je gaat hem surveilleren, dan is hij afgenomen. Dan wil je hem daarna bespreken. Ja. Dat is waar de magie gebeurt met het dialogisch leren. Ja. Daarna moet je nog even een stukje nakijken, normering geven en becijferen. En zodra hij is becijferd, kun je ook naar de analyses kijken. Oké, nou, dat we dat eens even gaan doen. Gaan zo meteen even kijken naar hoe dat afgenomen wordt, analyses. Ja. Je kan analyseren op jezelf, op studenten of op klassen. En daarnaast kun je natuurlijk de analyse bekijken voor je toets, maar dat vind je in de itembank. Maar laten we nou even naar de klas gaan bijvoorbeeld. Nou, ik heb hier een demoklas. En wat is dat groen en rood? Dat geeft aan hoe goed deze klas presteert voor dat vak ten opzichte van de parallelklassen voor hetzelfde niveau en hetzelfde leerjaar. Ah, oké, dus dat geeft het ook meteen aan, ja? Ja, ik open bijvoorbeeld de klas. Ik kan hier naar beneden scrollen. Ik kan hier over de individuele leerlingen meer vinden of over de toetsen. Ja. Of over de groep zelf. Maar laat ik even een leerling erbij pakken. Ik pak Bert erbij. Iedereen wel bekend, denk ik. We scrollen even naar beneden. En hier zie je resultaten van de verschillende toetsen, ja? Ja. En als ik naar beneden scroll, kun je allemaal verschillende analyses laten zien. Een analyse is bijvoorbeeld op eindtermen. Als ik nu voor het vak natuur en zorg kies, klik op analyse laden. En je ziet allemaal bolletjes. Kan ik ook inzoomen eventueel. En die bolletjes die geven iets aan hoe goed ken jij dat eindterm richting je eindexamen. Staan die bolletjes rechtsboven, dan zit je goed. Staan ze ergens onder de stippellijn of links van de stippellijn. En wat is het verschil tussen paars en grijs? Paars is dit schooljaar en grijs is je gehele schoolcarrière. Oké, dus dat geeft. En dus je hebt ook al die verschillende eisen van het ministerie, die zitten er ook in? Jazeker, ja. Hey, oké, je hebt dit nou, gemaakt, zeg maar. Wanneer ben je hiermee begonnen en wanneer ben je gestopt als leraar? Nou, het idee is 2014 al ontstaan. 2013 eigenlijk ontstaan. In 2014 ging ik het zelf testen in mijn les. Dat ging goed. Toen heb ik het gebouwd en toen is het een beetje uit mijn klaslokaal gegroeid. En helaas, mijn onderwijs hart bloedt een beetje, want de afgelopen maand heb ik mijn laatste les gegeven. En dat doet wel een beetje pijn, ja. Hoe heb je dit nou gefinancierd? Want de software maken en dan hier met de NOT heb je een flinke boef staan. Hoe heb je dat allemaal gedaan? Lean, zoals dat heet. We proberen gewoon eerst scholen te enthousiasmeren. Die gaan er uiteindelijk voor betalen. En met dat geld kunnen we het volgende stapje zetten. De allereerste stap is met eigen spaargeld gebeurd en met geld van vrienden en familie. Hey, en dan even over het businessmodel. Voor wie is het eigenlijk bedoeld? Scholen? Voor alle VO-scholen, MBO-scholen en HBO. En vooral scholen die op zoek zijn naar digitale werkvormen, die de volgende stap willen zetten. Kijk, veel scholen hebben al de hardware in de klaslokaal, maar missen nog dat stukje didactiek in de les. Didactiek in de testen, zeg maar. Wat is je prijsmodel? Wat betraag je per leerling per jaar?
Als je school breed gaat trekken, dan is het per leerling per jaar. Dat schommelt tussen de 6 euro en de 20 euro. Doe je één klas, dan is het hoger. Doe je het school breed, dan kom je snel tussen de 6 en de 8 euro ergens uit. Maar je kunt ook al met 3 euro beginnen, geloof ik. Ja, klopt. Sorry, inderdaad. Dat gaat als je alle modules neemt met de co-learning. Ik doe alleen maar digitaal toetsen, dan kom je rond de 3 euro, als ik me niet vergis. Maar ik zie hier ook, dat is dus voor schoolbreed. Je kunt 6 maanden gratis op proef. Je kunt ook nu als leraar gewoon zelf beginnen. Dat klopt. We hebben hier op de beurs een beursactie. Maar als je zegt als docent, joh, ik wil het gewoon uitproberen mijn les. Wees welkom met de beursactie. De vouchercode is dus ook beursactie op onze website. Krijg je 6 maanden toegang tot het hele systeem en de trainingen bij. Dan kan ik dus als leraar gewoon beginnen. Wat moet ik dan per jaar betalen? Als je besluit naar die 6 maanden door te gaan, want dan vraag je gewoon afloop, dan ga je 20 euro per maand betalen. 19,50 per maand betalen, ja. Als je nou kijkt van wat wij nou... hoe vind je het om ondernemer te zijn en software te gaan verkopen aan andere leraren? Ja, ik vind het heel spannend. Een hele andere stap in mijn leven. Het is van lesgeven naar ondernemen. Is wel spannend, ja. Maar wel leuk. Ja. En denk jij als leraar, dit is natuurlijk één klein dingetje, testen zeg maar. Hè? Je hebt aan de andere kant heb je ook nog gewoon allemaal digitale lesmethodes en dat soort dingen. Moet het daar gewoon niet in zitten? Moet je niet open source, moet je niet gewoon als white label aan anderen gaan verkopen, deze methode? Dat zou kunnen, maar ik denk dat de kracht vooral bij de docent moet liggen. Dus de docent moet eigenlijk meer eigenaarschap krijgen in zijn eigen leerstof, leermethode en leerprocessen. En de keuze moet bij de docent liggen wat, wanneer, wat hij doet. En het probleem is, als het in de methode zit, zit je er ook meteen aan vast. Heel goed. Zien. Oké, we gaan even kijken. We hebben Bert, we zijn ingelogd hier als Bert. En we zien dat Bert nu aanwezig is. Die wordt nu de test, gaan we er afnemen. Nou, dat gaan we niet langer laten doen. Kunnen we de vooruitgang van de studenten, kunnen we zien hoe ver die klaar is. Dus dit is echt maar tijdens het surveillanteproces. Dan kan Bert die test nog even gaan maken. Juist. Wat voor een... Die kan hier bijvoorbeeld... We gaan nu even een antwoord tekenen, maar het kan van alles zijn natuurlijk. Ik zit hier maar wat te doen. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan even uit dat hij de test heeft afgemaakt. Want ik ben vooral geïnteresseerd in dat co-browsing. Dat ze samen antwoorden nakijken. We hebben nog even een Murkezen vragen. Kunnen we even zeggen maar. Beide zijn ongelijk. Ja. Heel goed. Oké. Okay. En nu gaan we hem even inleveren. Dan zijn we klaar. Wil je de toets inleveren? Klaar. Hier zie je dus de algemene vorm. Bert heeft hem ingeleverd. Heropenen. En nu willen we eens even kijken van hoe dat nou samen nakijken. Daar ben ik wel benieuwd naar, zeg maar. Ja, we gaan het gewoon even. Kijk, hier zien we de demo van het Hondsrug College. Gebruiken die jouw toets? Jazeker. Een innovatief college. Dat is een mooie klant om te hebben. Nou, we gaan even een toets nakijken. Bert is er. Als de enige die de toets afgenomen is en hier komt Bert tevoorschijn. Ja. Nu gaan we even bespreken. Ja. Gebaseerd, plaats de juiste soorten bij de groep. Ja. Dus wat je... Oké, dus we hebben deze vraag en de leerling krijgt een antwoord te zien. En die moet dus nu gewoon het beoordelen. Maar in dit geval is het een eigen oordeel. 4 punten. Ja, en dan kun je doorscrollen naar het antwoord naar beneden. Dit had het juiste antwoord moeten zijn. Dit was het juiste antwoord. En dan krijgt hij te zien hoe hij het goed heeft gedaan. Ja, hier zie je de leerlingen die actief zijn. Hup, volgende vraag. Dan ga je er doorheen. Dus elke keer krijgt gewoon Bert krijgt een antwoord te zien. Of die vraag goed is en of hij het goed beoordeeld heeft. En aan het einde van de toets. Sorry. Oké, dan gaan we dat eventjes laten zien hoe hij het heeft, gedaan. Dus kan niet inzien de toets. Dus hij krijgt zijn eigen resultaten te zien. Ja, en hij krijgt ook te zien hoe hij de score heeft, beoordeeld. Oké. Nou, dat is helemaal duidelijk. Zo, nou, dus een voorbeeld van alles wordt digitaal, ook testen. En testen kan ook een leuk iets om samen mee te doen. En dat moet ook verder ontwikkeld worden. Dus NOT in Utrecht.